...deze beschouwing... ...die gaat over homofobie... ...en transfobie... ...wat heb je nog meer? Queerfobie? Travestietenfobie? Het is. En om je de waarheid... ...te vertellen... <tje> nou, ...dat doe ik natuurlijk altijd... <tje> Om iets uh, persoonlijks te vertellen. Uh, ik, ik ben ook een beetje bang van die mensen. Ik vind ze niet aardig. En ja, mensen die niet aardig zijn, die, ja, daar ben ik een beetje bang van. Ja, dat is een beetje het punt. Ik hoorde ook een, uh, een goede kennis of een vriendin van mij... en die woont in Amsterdam. En die zei dat ik zat een keer met haar een avond te hoeren. Heel gezellig. Ze zei, ja, nou, met die, uh, die transgenders en zo... je moet er een cent mee oppassen, want uh, lalalalala. Ja, nou, ze kunnen je aanklagen... Ze had het nog niet, van stel er gebeurt een soort van ongelukje of zo. En degene die dan de dupe is van het ongevalletje. en, het, en die is dan een heteroseksueel. Nou, dan zal zo iemand zeggen: van ja, nou, het kan gebeuren. En. Uh, ja, het is wel heel vervelend. En uh, zo en zo. Hè? Dus het dus is dan verder nooit een punt of zo. Die, die begrijpt wat is een ongelukje. En. Uh, ja, ze maar als je zoiets hebt met een transgender, dan, nou, die gaat gelijk een rel trappen. En dan, dan ben je discriminerend bezig, of uh, dan doe je dat met opzet, omdat je homofoob bent, of, ja, ze ze bij ja, dat soort mensen moet je extra goed opletten dat ze niet per ongeluk ergens de er dupe van worden, want dan worden ze hartstikke boos. Terwijl met een heteroseksueel, ja, iedereen heeft zo van, ja, dat kan gebeuren. Nou, zijn ze heteroseksuele mensen, voor haar dan dus, hè? Dat... Nou, ja, ze hadden het dan over transgenders in het bijzonder. Niet zozeer over homoseksuele mensen of niet. Dan maar... Maar zijn ze, die diep het liever. Hoor. Die zijn makkelijker, die zijn aardiger. Eigenlijk is het ook niet zo raar, omdat. Uh, die mensen die uh, zo zijn. Ja, die hebben iets. Wat ze hebben. Uh, ja. Dat, dat weet ik ook niet. Maar ah, ze hebben iets. En dan kun je zeggen: Nou, maar ze hebben helemaal niks hoor. Want kijk, uh, Peri, het zit als volgt. Mijn dochter is er zo een. Hè? Ja, kijk, uh, geslacht. Dat was voor ons altijd: uh, dat, uh, dat je, je je lichaam hebt. En, uh, en, uh, en dan had je dus ook je had een mannenlichaam, dus dan was je een man. En uh, ja, nou is dat niet meer. En nou heb je een, een, een lichaam met mannelijke geslachtseigenschappen of vrouwelijke geslachtseigenschappen. Maar of je een man of een vrouw bent, dat staat er los van. Dus het begrip uh, mannenlichaam is dan... Uh, Veranderd. Ja, dus als je dus tegenwoordig. Als je, een, als je een foto maakt. van een bloot. mens. en je zou dan aan iemand vragen. is dit een man of is dat een vrouw? Dan zou de mens zeggen. nou ja, dat is een. Uh, dat is een man. En dan zou je. Nou, ja, dat, uh, nou, die andere is een vrouw. Of is dit een mannenlichaam of is het een vrouwenlichaam? Dat vraag je in feite. Is het een mannenlichaam of is het een vrouwenlichaam? Nou, vroeger was dat heel duidelijk. Oh, nou. En nu niet meer. In het taalgebruik van mijn dochter is dat niet meer zo. Als je dus mijn dochter een, een foto laat zien van een blote man en je zou haar vragen: Is dit een mannenlichaam? Dan zou ze zeggen: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een mannenlichaam is. Het kan ook een vrouwenlichaam zijn. Dus ze hebben dat woord veranderd. En dat vind ik eng. Ik vind het eng als mensen zonder, uh, ja, zonder dat het echt goed aangekondigd wordt. En uh, dan moet je ook. Uh, ja, het zijn nogal wat dingen. Hè, dat je, als je afspreekt dat je een tafel uh, voortaan een stoel gaat noemen. Daar ja, moet je dus iedereen zeggen: iedereen aan stoel. Eh, als je bedoelt iedereen aan tafel. Je kan niet zomaar een betekenis van een woord gaat veranderen, gaan veranderen. En mijn dochter heeft zoiets van: ja, maar ik ben niet anders gewend. Heel raar hoor. Dus je hebt dus dat je een vrouw bent en dus heb je een vrouwenlichaam, maar dan heb je een vrouwenlichaam met mannelijke geslachtskenmerken. En dan hoef je alleen maar die mannelijke geslachtskenmerken eraf te halen en dan ben je dus helemaal top en top vrouw. Eng, vind ik dat. Ik heb zo'n man ook op bezoek gehad en iemand anders, die had, dan, die had het allemaal geregeld. En dan kom ik langs en dan gaat die en die, een of andere vrouwennaam, en je gaat ook mee. Jantien, zullen we maar zeggen. Ja, zei ze, dan moet je er wel om denken dat je netjes het juiste persoonlijk voornaamwoord gebruikt, hoor. Het is wel een zij, en niet een hij. Krijg je hem van tevoren te horen. En dan moet je eraan houden ook. En, en, en toen was die persoon er. En, en toen zei ik dus een aantal keren zo tegen haar van uh, wil jij ook nog maar drinken, en Dan was hij even naar het, naar het toilet of zo, dat dus uh, liep ik toch naar de keuken. Zou hij ook nog een biertje willen? En zei tegen mij: Hé, goh, Wel welom denk ik dat ik je zij zeg, wat is een zij hoor. Toen ik denk, nee, dit is een hij. Ja. Ik kan uh, Er zijn, ja, ik vind het een vorm van onderdrukking. Die op mij wordt uitgeoefend. Ik ben zo opgevoed dat mensen dat. Nou, dat het allemaal begint bij de conceptie. En bij de conceptie heb je, dat, dat heb je in dat eicelding, daar zitten het voor over, daar zitten twee X-chromosomen in. En in de spermatozoïde, die dan nok-nok, uh, hoe is der, uh, eraan komt, daar zitten ook twee chromosomen in, maar dat zijn twee verschillende. Dat is een X en een Y. En dan ligt het er maar aan welk chromosoom samengaat met een van de X-chromosomen van... Het ijsje. En dat wordt ofwel een XX-combinatie. En dan spreken we van een vrouw. En in, in het andere geval wordt het een XY-combinatie en dan noemen we dat een man. En dan ben je wat mij betreft klaar. Punt. En ja dan heb je dus dat er op het gebied van seks, ja om daarmee te beginnen, de, um, kijk, voortplanting kan alleen tussen uh, uh, alleen bij seksuele gemeenschap tussen een man en een vrouw. Ja, nee, je hebt ook kunstmatige inseminatie. Ja. Uh, Opzouten. Dat gaat alleen tussen een man en een vrouw. Ook met kunstmatige inseminatie. Je kan niet van de ene vrouw een eicel vragen en de andere vrouw ook een eicel. Dat denk je dan in een petrischaal. Dat kan niet. <laughs> dus het gaat over een man en een vrouw. Dat is voor de voortplanting. Dat ga je ook nooit veranderen. Het is belachelijk om dat te denken. Dat is zo, en dat noemen we de sexen. En die ene dat heet de man, en die andere heet de vrouw. Punt. Hoe oh, maar in het dierenrijk dan? Is het precies zo? Ook de dieren planten zich alleen voort met mannetjes en vrouwtjes. En dan heb je nog de uitzonderingen. Dat is het klonen. Iets wat alleen maar voorkomt, eigenlijk hoofdzakelijk voorkomt bij uh, ameuben en zo. Hele kleine bacterietjes. Nou, die kunnen zichzelf dan delen. Nou, oké. Okay. Ja, er ook twee. En bij de bladluis gaat dat ook. Dus een bladluis kan zichzelf vermenigvuldigen. En dan krijg je, nou, dan, ja. Maar goed, dat kan. En volgens mij heb je ook nog dat bladlui'zen zich geslachtelijk voorkomen planten. Maar ze kunnen ook ongeslachtelijk, dat weet ik zeker. Of misschien is dat niet één. Maar goed, ongeslachtelijke voortplanting komt voor. Maar dan is het ongeslachtelijk. En dan, komt, dan kan dus ook één dier of één microbe, helemaal in zijn eentje, die kan zich voortplanten. Maar voor zover het voor de voortplanting nodig is dat er twee bij betrokken zijn, gaat het altijd om een mannetje en een vrouwtje. Ja, of ik heb echt niet op zitten letten de afgelopen 60 jaar. Nou, zo is dat. Het zijn mannetjes en vrouwtjes. Punt. Nou, dan heb je nog dat andere aspect. En dat is dan seks voor de gezelligheid, de seks omdat we dat zo lekker vinden. Iets waar seks helemaal niet voor bedoeld is. Hé? Eh? Oh, maar het is zo lekker. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar daar is het niet voor bedoeld. Hoe kom je erbij? Het is namelijk helemaal niet nodig. En van het hebben van seks voor de lol. Daar komt een partijtje narigheid van, joh. Zo. Dus, uh, op nummer 1 staat het uh, fenomeen geslachtziektes. Gevolgd op nummer 2, uh, seks voor de lol die helemaal niet lekker is. Dat je in afloop denkt: van, Nou, is dat het? Ik vond het helemaal niet lekker. Is dat voor de lol? Nou, ik vond het helemaal niet lekker. Nou, dan heb je ook nog het begrip uh, relaties die naar de rats me gaan. Omdat een van beide partners uh, seks voor de lol is gaan hebben. Nee, dat is leuk. Nee, uh, de seks voor de lol. Uh, ja. Het heet dan lol. Maar er is eigenlijk helemaal niks lolligs aan. Seks voor de lol is een hoop gesodemieter. Wat nog een keer uh, heel vervelend kan aflopen ook. En je gaat maar niet zeggen dat het gezond is voor je. Wat sommige mensen nog uh, durven te beweren ook, hè. Er is zelfs een tijdje geweest, in de jaren tachtig, kan ik me dan herinneren. Dat, dat kwam op de radio. Overheidsonderzoek heeft uitgewezen: je hebt echtparen in een gezonde toestand twee keer in de week van Bilgaan. Met daar eigenlijk een soort boodschap achter: van nou, als je het minder dan twee keer in de week doet, is dat zielig voor een van beide partners. En als je het allebei niet erg vindt, dat je het maar uh, nou, een keertje doet als je zin hebt, voor de rest niet. Uh, dan ben je eigenlijk een beetje abnormaal. Nou, onderzoek heeft uitgewezen dat uh, twee keer in de week, ja dat is toch wel gezond. Hoezo? Dat is helemaal niet gezond. Je hebt er helemaal niks aan. En... Uh, seks voor de lol is verslavend. Ook dat nog. Anders gezegd, als je een tijdje lang uh, niet aan seks hebt gedaan, dan heb je ook uh, vanzelf minder zin in seks. Net zoals als stoppen met roken. De eerste dag dat je gestopt met mijn roken, heb je ontzettend zin om te roken. Zo lijkt het. Ja, dan heb je nog steeds heel veel zin om te roken. Maar we hebben er een tijdje mee gekapt, en dan heb je gewoon geen zin meer om te roken. Ik was gisteren was ik met mijn vriend Wim. En met Marco gingen we voor het CO2-experiment naar de Hacker Club-toestand. Nou, dan zie ik Wim weer, dan zitten we samen in de auto. En dan rook ik met hem een checkje mee. Nou, en nu, uh, nu zijn we een dag verder. Ja, ik heb hier in huis geen cheque. En ik ben vandaag uh, drie keer de deur uit geweest om boodschappen te doen. Waarvan twee keer omdat ik iets vergeten was. En ik heb niet eens gedacht aan het kopen van een pakje cheque. Het is niet eens in me opgekomen. En als het nu in me op zou komen, zou ik denken: van ja, nog een keer de deur uit. Ik ben al twee keer de deur uit geweest. Dus ik heb helemaal geen zin meer om te roken. Nou komt dat ik niet meer heb gedaan. Al die tijd. Ik hou ook niet meer. En met seks is het precies zo. Je moet het gewoon niet meer doen. Niet meer voor de lol gaan lopen neuken. Ja, af. Ik ken iemand en die heeft een, een, een nieuwe vrouw. En die oude, die, daar was hij ook niet zo enthousiast van. En van deze vindt hij dan dat ze uh, wel een beetje kan zeuren af en toe. En ik heb er ook bezig gezien op een tweede kerstdag. Dat ik dacht, oh my god, wat erg. Wat een trouble zone. In de zin van problems, hè. Ik denk, nou, uh, jij hebt er, dacht ik van mijn vriend, ik zou niet uh, doodgevonden gewonden willen worden met zo'n vrouw. Zeg. Oeh, oeh. Kijk, tweede kerstdag bij je moeder is al apart genoeg. En hij zei dan een keer tegen mij: Ja, yes, maar uh, elke avond heb ik wel lekker seks. Ik denk: Ja, uh, is dat voldoende compensatie? Are you serious? Voor mij niet hoor. Maar hij is dan, denk ik, heel erg verslaafd aan die seks. En... Ja. Maar je ziet dan wel hoe zo'n jongen betaalt. Hè? Om het maar heel bot te zeggen: bij de prostituees is hij goedkoper af. Die zullen het niet moeilijk doen op een tweede kerstdag bij zijn moeder. Man. Maar goed, in die recreationele seks, uh, in dat domein, daar zit het probleem. Oh, maar even dat andere. Kijk, er zijn in de samenleving van oudsher typische mannenberoepen en typische vrouwenberoepen. En het is van oudsher al zo dat er vrouwen waren die een typisch mannenberoep wilden. En dat mocht ook altijd. En andersom ook. Dat mocht ook altijd. Er waren niet zoveel mannen die dat wilden. En er waren niet zoveel vrouwen die dat wilden. Dat is wat anders. Het werd ook niet zo onder de aandacht gebracht als een mogelijkheid. Maar het was er altijd al. Neem computers programmeren. Dat is een typisch mannenberoep. En dat is niet omdat vrouwen buitengesloten worden. Helemaal niet. Dat is omdat vrouwen dat niet aanspreekt. Maar de eerste vrouw die doorging voor een computerprogrammeur was in de tijd van voor de computers nog hoor. Van de elektronische computers. Maar toen waren ze al bezig met het concept van computers en het concept van programmeren. En een van de eerste vrouwen, daar is ook een programmeertaal naar vernoemd. Ada heet die taal. Oeh, en hoe heette die vrouw dan? Ja, Ada natuurlijk. Maar de programmeerder Ada is vernoemd naar een programmeur en dat was een vrouw. Ada. Ada Lovelace. Of Lovelace, hoe zeg je dat? Natuurlijk ja, mogen vrouwen mannenberoepen doen. Maar ze doen het in de regel niet. Ja, ze zijn als bouwvakker. Als een vrouw bouwvakker wil worden, natuurlijk mag dat. Als een vrouw fietsenmaker wil worden, waarom zou dat niet mogen? Ik ken iemand die is fietsen maken hier in Arnhem. En toen hij 14 was, nou een man hij is ouder dan ik. Dus, uh. Toen hij 14 was, toen liep hij binnen bij een fietsenhandel en hij zei: uh, Ik wil hier komen werken. Ik wil fietsen maken. En toen keken ze naar hem en dan zeiden ze: uh, Wat doe je hier? Pummel, kleuter, rot op. Hebben we jou wat gevraagd nou dan? Ze hebben het weggestuurd. En de volgende dag uh, kwam hij weer langs. Ze zei hij, uh, goeiedag, ik was hier gisteren ook even. Ja, zeiden ze: dat hebben je weggestuurd. Ja, zei hij. Maar ik wil hier nog steeds komen werken. <laughs> en toen hebben ze uiteindelijk, als ze nu maar bleef zeuren, ze zeiden ze: oké, okay, dan gaan maar een band plakken. Dan mocht die banden gaan plakken. En nu heeft hij zijn eigen. Uh, fietsenmakerij. Al heel lang. Kijk, dat kan een vrouw ook doen. Waarom niet? Ze doen het niet. Dat is wat anders. Maar ze kunnen dat gewoon. Dus is verder echt geen enkel probleem. Als je als vrouw wil... Wil jij programmeren, bijvoorbeeld? Hè? Jongen... Je hebt, wat je nu hebt aan hardware. Dat kost je echt geen drol. Ik was op de markt. Op de, het internet op de, op de markt voor computers. Even aan het kijken. Van stel nou. Eh, ik heb nieuwe computers nodig voor mezelf. Hè? Misschien. niet direct, maar misschien. Hè? Nou, wat, wat kan ik dan kopen wat een goede kwaliteit heeft. En dan zo goedkoop mogelijk. Nou, dan kwam ik op refurbished. Uh, office kantoormachines. En refurbished betekent opgeknapt. Dus die bedrijven die, ja, die houden eens in een zoveel tijd. Ik, ik heb in de, in de bedrijventoestand gewerkt. En dan ruimen ze alles op en dan krijgt iedereen een nieuwe. En al die oude, die worden dan meegegeven aan de, aan de hardware leverancier die die nieuwe verkocht heeft. Die neemt al die oude mee. Want dit mag niet bij het grof vuil. Dat is maar goed ook. En dan worden al die oude machientjes opgeknapt, opgefrist. En weer verkocht. Zonder toetsenbord, zonder muis, zonder monitor. Zonder operating system. Zonder Windows erop. maar zijn ze wat duurder. Maar de Windows heb je ook niet nodig. Als programmeur. Zo'n machine zonder toetsenbord, zonder niks. Gewoon een stroomkabel en that's it. 99 euro. Inclusief BTW. Hoppakee. Heb je een mooie machine hoor? Nou, een monitor. 99 euro of zoiets. Kun je ook tweedehands kopen, is nog goedkoper. Nou, dan moet je nog een leuke muis hebben en een, een, een gaaf toetsenbordje. En uh, dan moet je een ethernetkabel hebben en die prik je ja, in je modem. En dan heb jij internet. Nou, hoppakee. En geen wifi heb je niet nodig. Dan kan jij programmeren. En op internet heb je studiemateriaal. Dus dan sla je stijl van achterover. Ja, dus kortom, als iemand wil programmeren. en dat wil leren, dat kan hij zo doen. En dat geldt ook voor de beroepen. Dus, uh, voor de, naar de andere kant op bedoel ik dan. Hè? Dus, er zijn ook mannen die willen graag in de verzorgende beroepen. Die zijn meer geïnteresseerd in mensen dan in dingen. Nou, ja, dus in mijn werkterrein, waar ik dan nu als schoonmaker werk, zorg. het merendeel van de begeleiders, dat is dan ik ben alleen maar ondersteuner, ik zit helemaal onderin. Maar dan die laag boven mij, dat is dan de begeleiders. En dan heb je daarboven de lijnen, dat heet de regiemensen of zo. En dan daarboven komt dan middelmanagement of whatever. Maar die hele organisatie daar, dat zijn vrouwen. 80% of zo. Ja, waarom niet? Dat mag toch? Er is dus helemaal geen probleem op dat terrein. Nee, het probleem zit hem bij die recreatieve sekstoestand. En daar gaan mensen dan over lopen opspelen. Van ja, maar ik doe het graag met mannen. Ja, dat wil ik helemaal niet weten. Dat een mens recreatief bezig is met seks, wil ik al niet eens weten. Ja, van uh, ja, toen, ik, toen ik zelf twintig was en dertig was. Dan heb je hele goede vrienden. En nou, dan. Jongen, dan gaan er verhalen. met een paar flesjes bier erbij. Dan hoor je verhalen, jongen. Zo de knetter. Dan lach je jezelf helemaal kapot. Ja, dan wel. Maar dat is onder vrienden. Maar op het werk. Ik weet nog dat ik een keer bij een. Een klant kwam. en Dat was echt dus... Oh man, dat ging om een hele grote account. Als ik die binnen had gehaald, dan hadden we. Ik weet niet hoeveel jaar werk gehad. En de hoofd IT, ICT, dat was een vrouw. Lange vrouw met blond haar, best een mooie vrouw. En die had dan. In haar kantoor had ze iets hangen over. Dat uh, seks, dat je dat het beste kon hebben in de ochtend. Dat was zo lekker. En ik weet nog dat ik dat daar zag hangen en dat ik dacht: van, waarom hangt dat hier? Ik, ik kom daar voor mijn werk. En het ging om een hele ingewikkelde klus. Ik heb die klus niet gekregen hoor. Dat is naar een ander gegaan. Dat is allemaal best. Het was een hele ingewikkelde klus. En dan een poster waarop staat van uh, doe lekker smorgens vroeg seks. Want het is dan het beste qua hoe de hormonen in elkaar zitten en uh, dat soort dingen. Ik verdamme, Ja toch? Nou en dat was toen en wat je dan nu hebt is dat het helemaal doorgeslagen is. Ik kwam op deze uitzending naar aanleiding van een... Een toestand die zich heeft afgespeeld in Amerika of Canada. En dat gaat om een vrouw, en die heet Lindsay Shepard. En die had op tv een debat gezien tussen Jordan Peterson en drie van die transgender toestandactivisten. En Jordan B. Peterson, dat is dan zo iemand die zegt: die helemaal aan mijn kant staat. Want je hebt mannen en je hebt vrouwen. En ja, je hebt de, de vrouwelijke beroepen of zo. Hè? En de mannelijke beroepen. Maar dat mag je ook, als man mag je ook in de verzorging gaan werken. En als vrouw mag je ook programmeur worden. Of op de bouwstijger gaan staan. Dat maakt allemaal niet uit. In Saoedi-Arabië mag je als vrouw niet eens een auto besturen. Nou, hè? dat mag hier allemaal wel. Los van het feit dat Wim gisteren nog tegen mij zei: Ik weet altijd precies als iemand raar doet in het verkeer. Van oh, er is iets niet helemaal in de haak met die persoon. En er is het dan ofwel dat hij dronken is, ofwel dat het een bejaarde is, of het is een vrouw. Nou, ja, dat is Wim en ik heb altijd gelijk. Anyway. Jordan B. Peterson die stond dus in de studio tegenover die drie mensen van de andere kant. En zijn these was dat hij het niet gepast vond dat een bevolkingsgroep, een andere bevolking, een minderheid, de meerderheid kon dwingen om de, die minderheid aan te spreken met aangepaste voornaamwoorden. Van hij en zij en zo. Kijk, de, de koningin, die moet je aanspreken met uh, koninklijk meervoud of zo. Hè? Je opa en oma, die moet je aanspreken met u. Tenminste, dat was in mijn familie zo. Uh, daar doe je, dat zijn uh, respectvolle manieren om met elkaar om te gaan. Maar iemand die uh, vindt dat hij een vrouw is, terwijl hij het lichaam heeft van een man, terwijl hij een man is... Maar hij vindt, van binnen ben ik een vrouw. Dan denk ik, ja, je wil een vrouwenberoep, ga dan dat vrouwenberoep doen. Dan gaat er lekker de verzorging in. Nee, maar dan heeft zo iemand het over seks. Oh. Of hij wil in een jurk lopen. Nou, als je als man in een jurk wil lopen, dan ben je niet goed met je hoofd. En die moet je dan gaan aanspreken als zij. En Jordan B. Peterson, die zei, wat zijn ding was, van nou, dat is een vorm van onderdrukking. Ja, dat heb ik net ook verteld. Ik, ik, toen die keer dat hier die transgender bij mij op bezoek was. En dat ik dan de, de godganse tijd van die persoon die hem dan uitgenodigd had. Van die opmerkingen krijg en zelfs stompen in mijn zij of zo. Kijk daar nou toch om. Je moet wat zij zeggen. Dan denk ik denk van, oh ja. En ik zei het niet eens met opzet. Snap je? Dat flapte er gewoon uit. ja. Dan loopt een man in de ronde. En jij gaat naar de keuken. En je denkt van nou, zou die ook nog wat willen drinken? En dan zeg je ja, toch? Denk je dat hij het nog wat wil? Ja, natuurlijk, het is toch een man? Dan kan hij wel zeggen dat hij geen man is, maar het is een man. Hij heet Jan. En nu heet hij Jantien. Maar het is gewoon Jan de man. En die moet je aanspreken als Jan 10. Nou, dat vind ik nu even dat vind ik net genoeg. Het is hetzelfde als als ik zou zeggen: ik wil vanaf nu worden aangesproken met uh, uh, Huppeltje Pup of zo. En als iemand mij dan niet goed aanspreekt, dat ik dan nog boos word ook. Want ik wil dat je me Hendrik noemt. Heb je toch gezegd? Ik ben Hendrik hoor. Niet meer Perry. Ik ben niet meer Perry. Ik wil dat je Hendrik zegt. En dan boos worden op mijn moeder. Als ze weer eens zeggen, Per... Oh, oh sorry. Uh, Henk, wil je nog wat drinken? Dat is toch gewoon onderdrukking als ik dat zou doen? Nou, dat doen die andere mensen toch ook met ons? Laten ze elkaar gewoon lekker Mietje noemen, we maken het uit. Maar hun wil opleggen aan ons. Dat vind ik niet cool. Nou, en die Jordan B. Peterson die zit helemaal aan mijn kant... En die vrouw, die was onderwijsassistente op een universiteit. En zij mocht dan ook lesjes doen en zo. En zij dacht dan in het kader van, weet ik veel, social coherence of een of ander vak. Zo, maatschappij leren of zoiets. Dacht ze van, nou, dat is leuk, dan laat ik die televisieuitzending zien waarin uh, Jordan B. Peterson in discussie is met die uh, transgender activisten die dus vinden dat andere mensen moeten pub mensen aanspreken met een ander voornaamwoord. Nou zei ze dat, dat vond haar dus, uh, ja, dat vond zij wel een aardige. Nou, voor, voor, voor onderwijs dus. Hè? Gaan we in de klas even kijken naar die uh, televisieuitzending. En dan gaan we erover discussiëren. Daar ging het daar ging dat vak van haar over, hè? zoiets maatschappijdiscussie of zo. Wat vind jij en wat vind ik? En we moeten elkaar respecteren, iedereen moet een mening hebben. En iedereen moet ook bereid zijn om zijn eigen mening uh, kritisch onder ogen te zien. Nou, ze heeft zich ook nog netjes aan de regels gehouden in die zin dat ze geen partij heeft gekozen in die lessen of ene les was het maar. En het is een rel geworden. En ze hebben haar uh, psychisch gebroken vanuit de universiteit. Ze hebben zo enorm onder druk gezet dat ze in tranen is uitgebarsten en dat soort dingen. Ze allemaal riepen van dit vind ik zo oneerlijk, want ik heb helemaal niks fout gedaan. En ze zei, er was dan over geklaagd. Ja, zei ze, maar wie heeft er dan geklaagd? Ja, zei de school, vanwege de wet op de privacy kunnen we dat niet vertellen. Ja, zei ze, maar dan, hoeveel hebben we er dan geklaagd? Oh, zei de school, ja, vanwege de wet op de privacy kunnen we dat niet vertellen. En wat bleek nou achteraf? Er was helemaal niet geklaagd. Er waren nul. Het was gewoon een leugen. Kijk. En zij is de baan kwijtgeraakt. En aan plein publiek door het slijk gehaald. Omdat ze een TV-uitzending in de klas liet zien. waarbij niet alleen die transgender-activisten aan het woord kwamen. maar ook Jordan B. Peterson. Omdat zij de zaak van twee kanten liet horen, was zij de bok. Of het maar even seksistisch te zeggen, was zij de lul. Kijk, en dat maakt mensen transfoob. En homofoob. En travestitefoob. Je wordt er gewoon bang van die mensen. Want die mensen zijn niet aardig. Ze zijn gefrustreerd. En ze zijn gefrustreerd, dat kon je al weten, vanwege het feit dat ze bezig waren met seks voor de recreatie. Ja, en ik, ik, als mensen getrouwd zijn en ze hebben elke dag seks of zo. Dat, dat, ik wil het niet weten. Ik wil niet weten wanneer ze het doen. Ik wil ook niet weten hoe ze het doen. Ik wil dat als die mensen graag hun sekservaringen willen delen met andere mensen. Wil ik, punt 1, dat ze dat alleen doen als die andere mensen volwassenen zijn. En doe dat dan op de parenclub. Maar niet met mij. Ik vind het al saai als mensen op Facebook foto's zetten van een pizza die ze gaan eten. De, de, de grens vind ik nog dat als iemand een heel leuk, grappig, geinig recept heeft, dat hij dat op Facebook zet. En dan iets wat iedereen kan maken en wat iedereen ook lekker vindt, of het juist heel bijzonder is en wat je niet zo vaak eet, maar voor een keertje moet het kunnen en het is nu het seizoen. wat heb ik gehad. Voor de rest moet iedereen elke dag eten en voor de rest moet je daar niet over zeuren. En seks is voor de voortplanting en voor de rest. Is het niet belangrijk? Belangrijk is dat jij je leven met waardigheid leeft. Laten we het daar eens over gaan hebben. Ik was laatst in het centrum van Arnhem. Dat was op een doordeweekse dag. Het was vrij vroeg. Tien uur s morgens of zo. En het was koud. En het had net geregend of het zou gaan regenen die dag. Je, je kent het wel, zo'n typische Hollandse dag waar je denkt van, wat eh, een dag. En dan loopt daar door de winkelstraat een jonge man op hele hoge hakken in een outfit van glitterkleuren en van glittertoestanden. En de overheersende kleur was uh, lichtblauw naar paars. Het was echt zo'n dag. Wat ik denk: van, Nou, thuis ben even de vorming, aan, Hij loopt over straat te paroderen alsof het het carnaval is in Rio. Die man moest zich kapot schamen. Als je er zo bij wil lopen. Ik vind het best, jongen, maar doe dat op het carnaval in Rio. En niet op een dinsdagochtend ergens in november in het centrum van Arnhem. Helemaal gek geworden. Dat is een beetje aandacht lopen trekken. Dat, dat is het. Dat is gewoon aandachttrekkerij. Ik, ik hou er helemaal niet van. Een overdreven gedoe. Dat maakt mij een beetje eng. Dus als ik een bedrijf zou hebben... en ik zou personeel nodig hebben... en er zou iemand komen... solliciteren... en dat zou die jongen zijn... Dan zou ik hem niet aannemen. Ik zou een smoes verzinnen. Ik zou hem niet in mijn bedrijf willen. Waarom wel? Die man is niet goed bij zijn hoofd. En dan kun je zeggen van ja, dan ben je dus niet inclusief. Dan sluit jij mensen buiten. Ja, dat klopt. <laughs> Ik heb het over een bedrijf. Hè? Dat is niet een sociale opvang of zo. Leuk doen voor andere mensen. Nee, dat moet gewerkt worden. En af en toe moet er overgewerkt worden. En you believe me, er zal ook wel eens overgewerkt moeten worden zonder dat er een overwerktoeslag mogelijk is. Maar dan moet er gewoon overgewerkt worden. Dat is een bedrijf. En wat je nodig hebt, dat zijn mensen die bereid zijn om te werken. En daar neem je ze op aan. En mensen die niet sporen, ja, die moeten eerst maar naar. Uh... Ja, die moeten niet daar zijn, laat ik het zo maar zeggen. Je bent als, uh, als bedrijf, ben je niet een half uh, psychologische hulpverleningsinstantie. Ja, maar dan komen die mensen in een isolement. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. En daar is niks aan te doen. Heel mensen die zo uh, in dat, uh, dat hele seksgebeuren zitten. Daar, ja, die moeten dus naar een soort sekstherapeut. Uh, iemand moet aan die mensen duidelijk weten te maken. Dat het leven niet is van. Uh, beeldpartij naar beeldpartij. Het leven is echt wel wat meer. Je kan zeggen dat die seksverslaafde mensen. die zijn respectloos toe naar het leven. Dat is het hele punt. Kijk, wat Paulus in Romeinen 1. Zegt over die mensen. Ik, ik pak het er nog even bij. Ja. Ik pak je even dus mijn echte Bijbel erbij? Nou, ja, heb je eens Bijbel lezen? Nou, dan hang je kop, hoor. Ja. Dan ben je erg dom. We hebben goed voor degenen die geen Bijbel kennen. Hè. Dit is dan wel. Um, als je boeken gaat rangschikken naar. belangrijkheid. Wanneer je dingen in aanmerking neemt als het aantal exemplaren. wat er überhaupt van verkocht is. Het aantal exemplaren wat er überhaupt van gelezen is. En, uh, en dan vind jij natuurlijk samen met mij. dat uh, Harry Potter van J.R. Rowling. J.K. Houding. Nou, dat is een heel belangrijk boek, want iedereen heeft het gelezen. Hè? Nou, daar staat dus net, dat netjes bovenaan. Hè? En dan vind je waarschijnlijk ook In de Band van de Ring van J.R. Tolkien. Vind je ook een heel belangrijk boek. Ja, heel veel mensen hebben dat gelezen. En, uh, en J.R. Tolkien, nou, dat is ook nog heel oud. Dus dat uh, ook heel erg bovenaan. Hè? Zo gaan we boeken rangschikken. Nou, de Bijbel staat op nummer 1. Met een score, met een indexnummer hè, van uh, ja, zeg maar, uh, een, een, een waarderingscijfer of zoiets. Een klassificatiecijfer van bijna 10.000. En dan nummer 2 heeft een klassificatiecijfer van uh, 250. En dan is degene daarna is, uh, 240 en dan krijg je 230. En, uh, en kortom, de Bijbel is qua belangrijkheid uh, het belangrijkste boek. En je hebt het te respecteren. Je hebt het minimaal te begrijpen. Je hebt er minimaal een gefundeerde mening over te hebben. En ik ga je nu de reden geven, of een mogelijkheid geven, om die gefundeerde mening uh, ergens op te staven. Kijk, een van de gevraagde stukken in de Bijbel over uh, dit hele seksuele gedrag. Staat in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen. En dan is het in het eerste hoofdstuk. Want die brief van Paulus, dat is een brief van heb ik jou daar. Voor degenen die de Bijbel niet kennen. Maar dat zijn brieven van etterlijke pagina's. Nou, het eerste hoofdstuk. En daarvan, uh, een, wat die uh, vierde, par, uh, vierde stukje of zo. Dat luidt Gods toren over de heidenen. Een toren is boosheid. Hè? En daar gaat hij hoor. Want de toren Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus de boosheid van God, God wordt boos op de mensen die de waarheid ten onrechte Onderhouden. Dus de mensen die de waarheid verborgen houden, want de waarheid ten onrechte onderhouden is natuurlijk ontzettend dubbelop. Je, je doet de waarheid geen eer aan. God is boos op mensen die tegen de waarheid ingaan. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Dan pak ik even overmits erbij. Wat is dat dan weer precies? Uh, Overmits. Overmits betekenis. Aangezien is het Nederlands woord. Dus aangezien hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Ja, dus God heeft aan iedere mens de waarheid geopenbaard, ja. want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit schepselen verstaan en doorzien. Dus van zijn onzienlijke dingen, dat zijn de dingen van God die je niet kan zien, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus het, het wezen van God, dus de dingen van God die je niet kan zien, die kunnen wij allemaal begrijpen. Nou, en dan krijgt hij, krijg je dan 21. Omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven. in de begeerlijkheid hunner harten. tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. En dat laatste, dat mag je begrijpen als seks tussen mensen van, ja, als seks voor de lol. Het onteren van je lichaam. En dat is geen goed plan, zegt de Bijbel. Nou, en de mensen die dat wel doen... die hun lichaam wel onteren... en zich wel overgeven aan die recreationele sekstoestanden. Je ziet wat er van komt. En het grijpt om zich heen. En het wordt alleen maar erger. Dus nou, in bepaalde universiteiten... culturele omgevingen al zo... dat er behalve het klassieke man en vrouw... het zijn dus twee geslachten... Dat ze buiten die twee er 29 andere bij hebben verzonnen. 29 andere soorten van mannen, CQ-vrouwen. En daar moeten we allemaal rekening mee gaan houden. Ik vind het angstaanjagend. Dat is niets van mij. Ik vind dat eng. Ik kan alleen maar denken dat dat heel verschrikkelijk af zal lopen. Dit komt niet vanzelf goed. Dit wordt een drama. Dus. Ja, ik ben in zekere zin. Uh, en uit Amerika zie je dan travestieten die toegelaten worden op peuteronderwijs om daar verschrikkelijk aangekleed en opgemaakt de kleuters te gaan voorlezen. Het is toch erg. Nee. Ik, uh, ik voorspel je dat ik, tussen, uh, dat ik met mijn dochter, dat er tussen mij en mijn dochter, nog menig gesprekje gaat plaatsvinden over uh, deze kwestie. En ik zeg je uh, dat ik gelijk heb. Er zijn maar twee geslachten. En je hebt een maatschappelijke rol, daar, daar mag je dus uh, mee doen wat je wil. Een man mag een verzorgingstaak op zich nemen, een vrouw mag een specialistisch beroep kiezen. Voor zover er ooit barrières waren, die er echt niet zo waren hoor. Zwaar overdreven. Maar voor zover ze er waren, zijn ze er nu helemaal niet meer. Dus nou, daarmee zijn we klaar. Maar niet voor die gefrustreerde mensen. Want die mensen zijn gefrustreerd, ze zijn ongelukkig, ze zijn whatever. En wat ze dan nu doen, is dan, uh, dan kiezen ze voor een. Uh, een nou, laten ze zich castreren bijvoorbeeld. En dan één keer gecastreerd gaan ze dan eisen dat de omgeving. hun aan moeten spreken met uh, een vrouwelijk voornaamwoord. Wil zij nog wat drinken? En dat moet dan. En dat vinden ze dan normaal. En als iemand zich vergist, dan worden ze boos. Dus. En wil jij omgaan met iemand die als jij je een keertje vergist in het hij of zij gebruik. dat jij dan de Zwarte Piet krijgt toebedeeld? Nou, als jij dat uh, niet erg vindt, dan vraag ik me af wat er met jou aan de hand is. Want dat weet je toch niet? Of wel? Nou. Ik vond het dan een mooie beschouwing. En ben je ook een beetje transfoob, een beetje homofoob? Nou, ik kan het me goed voorstellen. Want zo aardig zijn die mensen niet. En het beste, als je, ja, ik zeg niet dat je niet met ze om moet gaan, maar vermijd het onderwerp. Vermijd het onderwerp recreatieve seks. Helemaal en alles wat erbij hoort. En ja. Dat moest je toch al, want recreatieve seks er is niet iets om het over te hebben. Jouw leven is meer dan een opeenvolging van momenten tussen de ene beeldpartij en de andere beeldpartij. Seks doet er helemaal niet toe namelijk. Dus behandel die, die homo mensen gewoon zoals je een andere mens ook zou behandelen, namelijk als mens en je wil niks weten van sekslevens of wat dan ook. En ik zat in de kroeg en er was een vrouw en en die zei zo uit haar eigen tegen mij dat ze lesbisch was. En toen dacht ik Oh, dat heb ik jou helemaal niet gevraagd. Dus ongevraagd ging zij mij vertellen dat ze lesbisch was. En toen heb ik haar vervolgens uh, niet meer aangesproken. Ik heb niks meer tegen haar gezegd. Want iemand die zo begint, of wel begint, ik ken best wel een tijdje, van gezicht dan. Hè? En het leek me eigenlijk wel een aardig iemand. Ik dacht van ja, wat voor soort iemand zou dat zijn? Is dat je iemand wel wat beter wil leren kennen. En ik had met haar een keer een potje schaak gespeeld en. Ja, daar had ik het volgens mij over. Van goh, toen de potje schaak was wel leuk, hè? Uh, misschien over een tijdje weer een keer potje schaak of zo. Of heb je nou zin of zo? En zo in die context zei ze. Ja, yeah, maar ik ben wel lesbisch hoor. En toen dacht ik: van nou ja. Dan hoef ik met jou ook niet te schaken. Huh? Niet dat ik niet met lesbiennes wil schaken, maar ik, ik wil niet schaken. Ik wil niet omgaan met mensen. Dus ook niet schaken met mensen. die mij intimiteiten vertellen over hun seksleven. Ik vind dat niet interessant. Ik vind het nutteloze info. en val me er niet mee lastig. Hoef ik er ook niet over na te denken. Snap je? Nou dan. Nou. nou, dat kunnen jullie ook doen. Dat is gewoon. Uh... Dan heb je er in ieder geval minder last van. En op zijn hamburgers zeg ik dan tegen jullie: tjus en dag lieverds.